Zo ziet dat er dan uit. Beelden gemaakt door een drone die in de buurt van Schiphol vliegt. Hartstikke mooi, maar ook hartstikke verboden. Afgelopen vrijdag ging het bijna mis. Een Boeing 737 van KLM werd bijna geraakt door een drone. Volgens de piloten scheerde de drone op maar enkele tientallen meters langs hun toestel. De Boeing zat in de laatste fase van de daling. Stel je eens voor als een drone met 500 km per uur tegen je cockpitruit aanknalt. Wij denken dan dat de cockpitruit eruit ligt. Of als hij in de motor vliegt, de kans is zeer groot dat de motor ermee stopt. En de gevolgen kunnen dan niet te overzien zijn. En die drone van vrijdag was niet de eerste. Nee, we zien dat het in april opeens vaak is gemeld. We hebben nu rondom Schiphol 8 meldingen gehad van piloten. Maar doordat we zelf niet op de radar kunnen zien of er een drone was en waar die dan precies was, moeten we doen met de waarneming van de piloten. Het begon een maand geleden toen 3 vliegtuigen achter elkaar bijna in botsing kwamen met 3 drones die in de buurt van de Zwanenburgbaan van Schiphol vlogen. Ik denk dat we ook zeker moeten overgaan tot het invoeren van een brevet. Eigenlijk vergelijkbaar aan een vaarbewijs. Maar ook dat iedere drone voortaan geregistreerd is. Als het ware een klein nummerbordje voor iedere drone, zodat een drone ook herkenbaar vliegt. Eind mei wordt er gestart met een campagne van de overheid, waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren van vliegen met drones. Nu moeten er gewoon grote en goede maatregelen komen. En alleen met de voorlichtingscampagne, dan winnen we het niet.